Leuk dat jullie er weer bij zijn. Vandaag gaan we kijken naar een les met Tessa van Hart voor Paarden. En zoals je ziet zit Tessa vandaag niet op Blondie. Want helaas is Blondie op dit moment licht onregelmatig. Daarbij vind ik het wel heel belangrijk dat Tessa in de tussentijd haar ruitengevoel ontwikkelt. En we hebben nog een aantal paarden en ponies op de manege staan waar ik met Tessa de aankomende tijd op wil gaan rijden. Tessa goed aan het rijden te houden en haar ruitergevoel goed te ontwikkelen. Waarom is het je ruitergevoel belangrijk? Zeker als je natuurlijk in de toekomst verder wil met paardrijden, is het natuurlijk heel belangrijk dat hoe meer paarden je bewust kunt rijden, hoe een betere ruiter je bent en wordt en hoe meer je ontwikkelt. Elk paard is net als elk mens anders. Elke dag komen we anders ons bed uit, maar de ene zal ook, net als dat de een linkshandig schrijft en de ander rechtshandig schrijft, heeft het ene paard ook een voorkeurskant. Dus de een zal sterk zijn aan de linkerzijde, de ander sterk zijn aan de rechterzijde. Sterk is een groot woord, maar dat is zijn voorkeurskant. Wij voelen het vaak als ruiter dat hij sterk is aan één kant. En dat is dan de kant die het paard moeilijk vindt. Het is dus heel goed om jezelf te ontwikkelen door op veel verschillende paarden te rijden. En daar dus heel bewust van te worden dat je niet zozeer denkt wat vind ik moeilijk, maar wat vindt mijn paard moeilijk. Tess is al lekker aan het instappen, dus ik ga mijn plekje in het midden innemen en dan gaan we kijken hoe het vandaag gaat. Daarbij is het leuk om te vertellen dat Loes bij haar vorige eigenaar zowel en dressuur als en springen heeft gelopen. Dus ik hoop eigenlijk dat ook Tess er een hoop van kan leren. Nou Tess, daar gaan we. Je bent al lekker ingestapt. Pak lekker je teugels op maat en dan gaan we aan de gang. Ja. Oké. En als een paard sterk is aan links, wat doen wij dan? Binnenbeen eraan houden en meer aan de buitenteugel. Oké. Dus hoe kan het dan zijn dat jouw linkerhand helemaal krom en scheef is? Want als het goed is, heb jij dan aan je linkerhand de minste verbinding. Zo, ja, aan. Ja, goed. En dus de teugel waar zij het minst sterk is, dat wordt dan ook je rem. Probeer niet alles te regelen en te corrigeren aan de teugel waar het paard de meeste verbinding maakt. Zo, daar. Laat die teugel maar gewoon af en toe eens een klein beetje los. Gewoon minder hard in die teugel knijpen. Minder hard in knijpen. Zo, ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. Kijk eens naar je linkerhand. Zo. Hé, hey, zag je wat er gebeurde toen jij naar je hand keek? Nee. Jij deed je hand naar voren en zij deed de hoofd zo. Oh. Hé, hey, kijk eens, dan gaat hij ook ineens een stuk minder hard. Zo, doe zelf iets meer ontspannen, Tess. Zo, ja. Traag licht rijden. Corrigeer het en lucht het. Corrigeer het en lucht het. Zo, ja. Corrigeer het en lucht het. Oh, gaat je linkerhand weer. Goed, zo. Traag licht rijden. Ah, je bent in je verbinding. Heb je, zeg maar, de verbinding is er om daar gewoon verbinding te hebben en om te corrigeren. Niet om hem los te maken, in te spelen, heel veel te doen. Alleen maar jij zegt, ik ben hier, ongeveer het gewicht van 1, 2 appels. Dat mag het gewicht met je hand zijn. Maakt zij meer, dan maak jij minder. Iedere keer zeg jij tegen haar, ik ben er niet om aan te leunen. Ik ben er om jou te kunnen sturen met die constante verbinding. En om je te corrigeren als je je hoofd scheef doet of sterker wordt. Dus je corrigeert en je lucht weer. Je vraagt eigenlijk aan haar en je ontspant eigenlijk om te zeggen, ik wacht op antwoord of je me begrepen hebt. Ik geef weer richting aan en ik kijk weer of je me begrepen hebt. Goed, dus jouw hele, waarom gaat je pols omhoog? Omdat dus jouw hele linkerarm waarschijnlijk stijf is. Voel je dat zelf ook? Ja. Goed zo, dus jij moet zelf minder aan je linkerarm denken en meer aan je rechterarm denken. En je maakt dus constante verbinding. Dat het woord constant betekent? Ja. Wat betekent het? Steeds hetzelfde. Steeds hetzelfde. Dus jij maakt constante verbinding met haar. Zij heeft een voorkeurskant, hè? Dat heeft elk paard. Net als dat ik makkelijker met mijn rechterhand kan schrijven als met links. Maar hoe meer ik oefen om met twee handen te kunnen schrijven, hoe beter dat wordt. Dus jij zegt steeds tegen haar, niet alles aan links. Beetje meer aan rechts. Niks om aan te leunen aan links. Beetje meer aan rechts. Zo, hoe minder steun wij geven, hoe minder het paard kan hangen. Goed. En dat zal voor het ene paard makkelijker zijn dan voor het andere paard. Maar als jij als ruiter maar steeds zegt, ik corrigeer en je moet het in je eigen lijf doen. Ik corrigeer en je moet het in je eigen lijf doen. Zij doet de schouders op links. Daardoor wordt zij dus ook wat sterker aan de linkerkant. Jij plaatst dus, kijk eens, steeds haar schouders naar rechts en je zegt, kijk eens, dan komt het belangrijkste moment, kijk eens.
Dan zeg je tegen haar op je eigen benen. Je zet weer die schouders naar rechts en op je eigen benen. Corrigeren en minder hard knijpen. Corrigeren en minder hard knijpen. Corrigeren en minder hard knijpen. Corrigeren. Dus steeds als je denkt, oh hij is sterk, moet je misschien wel sneller achter elkaar corrigeren. En sneller achter elkaar luchten. Ja, goed zo. Voel je dat ze dan helemaal niet harder gaat? Ja. Voel je dat ze dan eigenlijk zelfs ook gewoon langzamer gaat? Ja. Hoe harder jij je best doet om haar in toon te houden, hoe meer zij denkt, oh, ik zal wel hard moeten. Zo, ja. Dan valt ze wel heel erg naar buiten. Wat zei je? Dan heb ik heel erg het gevoel dat ze heel erg naar buiten valt. Nou, dan corrigeer je dat dus naar binnen. Dat is dus die linkerschouder waar zij in hangt. Dus jij zegt steeds met twee handen, ik plaats de schouders naar rechts. Dus ik corrigeer en ik lucht. Ik corrigeer en ik lucht. Ik corrigeer en ik lucht. Heel goed. Zo doe je weer een keer van hand veranderen. En als je vindt dat ze te hard gaat, kijk dan eerst of het lukt door trager licht te rijden. Door gewoon zelf slomer te zijn. Goed zo. Heel los. Ja, en als het dan te hard gaat, vang je het een beetje op. Het liefst opvangen in je zit en dan met de teugel waar zij het minst sterk is. En zeker als we een paard willen trainen, moeten we al onze eigen moeilijkheden eigenlijk overboord gooien. Hè? We zijn helemaal aan het voelen, wat gebeurt er met dat paard onder me? Wat wil het paard? Daar maak ik hem beter. Goed zo. Ja, goed zo. Heel goed. Heel goed. En steeds dan weer luchten. Steeds zeggen, rustig maar. Zo, doe maar weer een keer belonen met links. Niet zo aan te leunen. Goed. Vind je dat hij te hard gaat? Ga dan zelf weer losser en stiller zitten. Goed zo. Daar. Heel goed. Rij je straks de overgang naar de draf. Om je linkerbeen aan de rechter teugel. En echt bijna los van links. Bijna los van links. Jij geeft ze geen steun aan de linkerkant. Jij geeft ze geen steun aan de linkerkant. En tuurlijk zal ze dan eerst een beetje scheef en krom gaan lopen. Omdat ze denkt, hey, hallo, ik heb graag dat jij een beetje hangt aan de linkerkant. Maar jij zegt gewoon met links, nee hoor, niet zo aan te trekken. Doe het maar in je lijf. Niet zo aan te trekken, doe het maar in je lijf. Voel wel dat je teugels allebei even lang zijn. Let op je linkerduim. Vaak als jij je eigen lijf voor elkaar hebt, komt het paard meestal vanzelf wel. Maar als je zelf net ergens zit te verstijven of zit te verstrammen of een hand krom hebt of een been omhoog, dan zal vaak het paard er ook op reageren. En je bent hem iets aan het leren, hè? Dus maakt niet uit. Al gaat hij, je bent alleen maar aan het zeggen, corrigeer de schouder en op je eigen benen. Corrigeer de schouder en op je eigen benen. Niet denken, potverdikkie, hij luistert niet snel genoeg. Nee, je corrigeert en op eigen benen. En jij weet dat jij gelijk hebt, dus je hoeft niet boos te worden. Je zegt alleen maar zo, schouders naar buiten, aan mijn binnenbeen en op je eigen benen. Goed. En dan zo van hand veranderen. Goed zo. Rustig aan. Zo, ja. Kijk waar je heen gaat. Leg je rechterkuit terug en een pasje opzij. Zo, ja. Goed zo. Nou, en dan helemaal mooi als we rechtsom zitten. Links is de kant waar zij makkelijk ietsje sterk wordt. Dus dan doe je zo eens vanaf de R wijken naar de A. Dus voor je linkerbeen wijk je naar de A. Goed, daarin doe je een keertje traag licht rijden. Je corrigeert. Goed zo. En steeds lucht in je lijf, hè? Nou Tess, hoe vond je het vandaag? Het is wel weer een keer wat anders dan normaal, want ik ben natuurlijk Blondie gewend en Verona. Ja. En dan is weer in één keer een andere pony. Ja. En het was wel heel erg leuk om weer op een andere pony te zitten en daar ook weer van te leren. Ja. Het was wel even wennen. Ja, dat geloof ik. Wat bij Loes heel erg opvalt is dat als je te hard je best doet, zij daar eigenlijk een beetje van gespannen wordt en daardoor heel, heel, heel hard haar best gaat doen en eigenlijk een beetje tempo over gaat nemen. Dus het is heel goed om bij Loes te leren dat als je zelf loslaat en ontspant, dat de pony daar ook goed op reageert. Want als ze eigenlijk een beetje vaart neemt en tempo over wil nemen, je wil heel veel remmen met je hand, dat ze eigenlijk alleen maar nog harder gaat. Terwijl, hè, dat was mooi om te zien, als jij je hand naar voren deed, dan ging die eigenlijk langzamer lopen. Dus het is een paard die heel goed eigenlijk geleerd is om op het ruiter en het lichaamsgewicht te reageren. Daarbij hebben we aan het eind mooi een stukje ontspanning gevonden. En uit die ontspanning wil ik juist wat meer naar de aanspanning richting een nageeflijkheid. Dus ik was echt, nou, blij verrast hoe het gegaan is. Ik denk ook weer dat je zeker in je eigen lijf een stukje ervan geleerd hebt. En we gaan dit zo lekker nog een paar keer doen. Ja. Hartstikke leuk, Tess. Hartstikke goed gedaan. Leuk dat jullie hebben gekeken. En graag tot de volgende keer.